Goedemorgen. Het is 10:10. Ik moet echt mijn best doen om mezelf een beetje verstaanbaar te maken, maar ik kom net uit bed. Ik wilde echt slapen totdat ik niet meer slapen kon. Maar ik werd echt wakker zo helemaal vol en naar en dorstig. Dacht ik, ja, ik moet gewoon een aspirine hebben en op de bank gaan verder leven. Dus deze trui, mijn pyjama broek en deze bak vol tissues zijn mijn vrienden vandaag. Ik hoop wel dat het doet wel minder zeer, geloof ik. Alleen ik moet gewoon nog een beetje op gang komen, denk ik. Ik ben gisteren niet meer naar mijn verjaardag geweest. Ik heb ook gezegd, ik vind het echt super stom. En ik baal ervan, maar ik moet het echt niet doen, want ik ben gewoon niet oké. En het was super lief hoor, maar ik voel me nog gewoon schuldig. En ik heb er dan ook echt de zin in gehad, weet je. Ik heb echt gehoopt dat ik erheen kon gaan. En toen had ik uiteindelijk een chill rooster waardoor ik kon. En dan kan het nu weer niet. Ik ga even kijken hoor. Ik heb hier een bak druiven. Die ga ik eerst leeg eten. Ik vind dat een mooie match. Dit poesje houdt niet van druiven. Je kan het doen alsof, maar het is niet zo. En dan ga ik de hele dag gewoon lekker genieten van mijn zieke ik. Ik ben echt ziek, gewoon nare ik. En morgen, mijn stem wordt wel beter, hè? Morgen moet ik weer werken. Top. Van 12 tot 10. Maar ja, ik ga het sowieso wel proberen, want that's me. Maar als het niet lukt, lukt het niet. En daar ga ik me ook niet altijd te moeilijk over doen. Ja, jongens, dit wordt echt, denk ik, echt een melodramatische vlog. Ik kom er dus zojuist achter dat mijn vriezer de hele nacht open heeft gestaan. Maar ik moest hem echt wel een keer ontdooien, want ja, zie je daar bovenin. Nou ja, dus ik ben project vriezer begonnen en ik kan zeggen, ik voel me beter dan gisteren. Want gisteren had ik dit echt niet kunnen doen, dat moet ik zeggen. En ze hadden een super mooi pand. Ik heb trouwens ook onwijs naar mijn zin gehad, heel veel leuke mensen leren kennen. Alleen ze hebben dus een boven- en een onderverdieping, dus je moet constant trap lopen. En daar had ik het zo zwaar mee, want ik kreeg nog niet zoveel lucht. Maar ja, dus ik heb een aantal dingen gevonden die nog van meneer Van Elst erin lagen. Zo lang heb ik dus mijn vriezer al niet open gehad. En ja, best wel veel vlees. Nou ja, veel. Tenminste, meer vlees dan ik in mijn eentje op kan. Namelijk 3 slaagwinken, 2,5 ons gehakt. Of ik denk een ons gehakt ongeveer. En knipsnitzel. Dus nou ja, ik heb het nu maar even in de koelkast gelegd. En dan zie ik wel wat ik opeet. En ik ben tosti aan het maken. 2 zelfs. Maar ja, het brood moest ook uit de vriezer. En ik heb wel gewoon honger. Dus dat scheelt. Ik eet wel gewoon. Ik heb gisteren ook gewoon gegeten. Het is gewoon, ik zit zo verstopt. En dat maakt je, hallo? Ja. Dat maakt je hoofd zo verrekt te zwaar. Waarom ben ik zo overbelicht? Beter. Maar ik moet echt iets nieuws hebben om te kijken. En mijn collega Wilco, ik kan echt niet praten. Wilco, die zei dus dat ik How to Get Away with Murder moet kijken. Want dat vind ik echt wel leuk, als ik Suits ook leuk vind. Maar ik kan daar niet aan beginnen. Het lukt me niet. Ik heb gewoon echt het idee dat ik het niet leuk ga vinden. Nou ja. Wat zal ik kijken? Als je nog tips hebt, altijd welkom. Maar ik moet je waarschuwen, ik heb al heel veel gezien. Ik heb dus besloten om Back With My Ex te gaan beginnen. Dat is lekker zo'n reality serie over liefde, waar ik sowieso altijd al goed op ga. En ja, er zijn dus exen die na jaren of maanden of een lange tijd in ieder geval gaan kijken of er nog liefde is. En dat vind ik wel echt, ja, ik denk dat ik dat leuk ga vinden. Maar zo niet, dan skip ik gewoon weer. Maar het moet wel een soort van oprecht zijn, want als het op mijn scène is gezet, dan vind ik het niks. Oké, ik moet zeggen, het is vermakelijk. Maar vooral gewoon lekker om weg te kijken terwijl je eigenlijk gewoon op je laptop of je telefoon zit te kijken. Als achtergrond vermaken, want er zit ook veel herhaling in. Het is heel vaak hebben die reality dingen. Maar ik moet even naar de supermarkt. Die is maar tot 6 uur open en momenteel zie ik er zo uit. Dus ja, ik moet even een gewone broek hebben. Heb ik nog een relaxte flirt? Zitten die allemaal in de was? No. Nee. Waarom? Waarom? Hier ligt ook echt weer een berg was.
Misschien zit die daar wel tussen. Ik wil echt gewoon mijn zwarte flared aan. Ah, yes. Oh, I'm such a happy person. Woehoe. Ik denk echt dat ik deze gewoon onderweg mee moet nemen. Want ik kan gewoon letterlijk 3 meter lopen en dan stroomt er snot uit mijn neus. Het is echt heftig. En neusspray en ik zijn grote vrienden. Oh man, het houdt ook gewoon maar niet op, weet je. Mijn moeder... Ah, kijk die twee. Mijn moeder zegt altijd, alles wat eruit is, lucht op. Maar ik heb het idee dat mijn hoofd zo snel nieuw snot ontwikkelt, dat het gewoon niet ophoudt. Hoe is het hier? Oh, dit gaat wel de goede kant op. Oké. Heel veel van die vriezers hebben dan toch een soort van tuitje. Dat je er een soort van bak onder kan zetten. Nou, deze niet. In ieder geval. Dus ik heb er maar gewoon handdoeken tegenaan gelegd. Maar ik en mijn laminaat vinden dit eigenlijk niet zo prettig. Maar ja, oké. Het gaat wel de goede kant op. Wat wil ik eten? Waar zijn mijn schoenen? Ik heb echt een beetje het heen en weer. Mijn schoenen staan altijd op de wc. Altijd als ik ze zoek, staan ze op de wc. Mijn kleren ook vaak. Birdie zegt altijd, waarom liggen er altijd kleren op jouw wc? Maar dat is gewoon de plek waar ik me uitkleed. Zij zei, maar je gaat toch douchen? Ga je toch in je badkamer omkleden? Nee, want voor het douchen ga ik plassen. En ja, dat trek ik mijn kleren uit op de wc. Ik ben een raar mens. I know. Oh, ik ben echt een beetje klaar met mijn hasses. Ik heb echt het idee dat ik het gewoon vanaf hier zo af wil snijden. Ik hoop echt dat het morgen beter is, anders wordt het lange dag. Dit is echt een hele erge, snotterende, sniffende zeurvlog. En I'm very sorry. Maar ik kan er gewoon even niks anders van maken vandaag. Oké, betere combi. Ik moet zeggen, deze trui is wel echt een beetje vormloos. Maar ja, ach. Dus ik ging ook opzoeken wat het model had gedaan. Maar die had hem zeg maar in haar broek. Want hij stond haar heel anders dan mij. Dacht ik, wat gaat hier mis? Ja, zo had ze hem ongeveer. En dan is die inderdaad wel iets meer... Ah ja, schijt ook. Maakt mij het uit. Vandaag maakt het mij helemaal niet uit. En ik heb mijn Nike's eronder aan. Niet omdat het een combi is. Maar omdat ik alleen maar naar de supermarkt moet. En dat kan. Op deze manier. Deze broek is echt het leven. Ik zweer het. Wow, het regent echt heel hard. Dat zag ik helemaal niet vanuit mijn huisje. Wat gek. Wist je trouwens dat de benzine in Enschede daadwerkelijk een stuk goedkoper is dan in Veenendaal? Zou het zijn omdat de Duitse grens dichtbij is of zo? Het is echt, het scheelde gisteren 4 cent. Dus ik heb mooi nog even volgegooid voordat ik weer naar huis ging. Want het was toch, er is alweer 120 kilometer af natuurlijk. Maar toch, weet je, we moeten toch even gewoon op de kleintjes letten als het kan. Maar ik zei gisteren nog van, oh, morgen ga ik echt gewoon lekker thuisbezorgd doen. En nu denk ik, nee, ik moet echt geen patat hebben. Ik moet gewoon een soort van gezonde maaltijd. Misschien neem ik wel gewoon soep met een salade of zo. Ik wil gewoon vitamines. Ik heb nog mango liggen, die ga ik ook lekker opeten. Ja, die tost die was ook echt niet gezond, maar die heb ik dus ook niet opgegeten. Ik heb er eentje opgegeten en toen dacht ik... Nee, dit is het niet. Dus, iets van een soepje, een salade. Ik heb nergens zin in dan toch. Het is niet dat ik heb wel gewoon honger, ik voel mijn maag nu ook. Maar ik heb niet echt ergens zin in. Ik ga gewoon de supermarkt rondlopen en dan zie ik wel waar ik mee thuis kom. Volgens mij rijdt er dus een motorrijder voor mij. Die net zijn rijbewijs heeft. Want hij rijdt momenteel 35 op een 60 weg. En het regent tering hard dat je denkt van... 1. Je hebt spijt dat je op de motor zit. Dat kan niet anders. 2. Dan zou je toch juist... Oké, je gaat niet te hard rijden. Want ik kan me voorstellen, het wordt glad, is gevaarlijk. Maar je gaat ook geen 35 rijden op een 60 weg. Maar volgens mij vindt het een vrouw ook, denk ik. Aan de postuur te zien. Vindt ze het gewoon heel eng. Denkt ze alleen maar echt... Ze haat haar leven. Ze denkt, waarom heb ik dit gedaan? Waarom wilde ik dit? Toch is echt een stoere motorchick wel echt cool. Vind ik echt wel leuk om te zien. Maar vandaag was ik gewoon even lekker thuis gebleven als ik aan was. Omdat ik had de auto gepakt.
Ik ben toch blij met mijn autootje in dit weer. Tjonge. Ik heb in de aanbieding broodjes. Ik heb er zelfs 5 voor een euro. Dat veel. Nou, en ze hebben dus gewoon nog Twentse boeren kipsalade bij deze Jumbo. Terwijl bij mijn Jumbo, nou ja, mijn Jumbo, niks van mij bij. Maar vlak bij mijn huis hebben ze hem niet meer. En ik dacht echt wel dat hij eruit was. Maar hier was hem dus nog wel. En die wortels. En ik bedacht me dat ik nog soep heb staan. Dus die heb ik niet meegenomen. En ik heb een fruitzakje. And that's it. Dus dat is niet de moeite. En ik ga eerst beginnen met die wortels. Dan ga ik dit even... Oh ja, de koelkast is natuurlijk uit. Nou ja, maar niet uit. Ik kan alles nog wel eventjes in de koelkast. Ik heb de koelkast gewoon, zeg maar... Ja, als je de vriezer uit wil, moet je de koelkast ook uit. En er zat niet zo heel veel in. Behalve kipfilet en kaas, eigenlijk. Letterlijk alleen dat. Dus dacht ik, nou, ik laat die gewoon dicht. En dan zal die nog wel even koud blijven. En ga ik dan ook vanavond gewoon weer aandoen. Zal het goed zijn. Ja, verder staat er alleen curry in en zo. Oké, dit is heel moeilijk met de ene hand. 1, 2, 3. Hoppakee. En die neem ik mee, want die ga ik lekker drinken. Ondertussen is het denk ik een uurtje of twee later. En ik heb 1 broodje Twentse boeren kipsalade op. En echt totaal geen zin meer in soep. Maar wel eventjes de worteltjes erbij gepakt. Maar ik had nog een pakketje. En ik dacht, zal eens even kijken wat voor leuks daarin zit. Oh ja. Dit is een kettingje met sterretjes en maantjes. Super cute. En hij is 2 laags volgens mij. Ik kijk ondertussen Dirty Grandpa met Zac Efron. Ik ben gewoon serieus op Netflix gaan zoeken of er nog films met Zac Efron waren die ik nog niet gezien had. Gewoon omdat ik zin had om daarna te kijken. En die andere serie was ik echt wel eventjes een beetje klaar mee. Ik vind het gewoon niet leuk genoeg, toch? Kijk hoe cute. Dit is zo leuk. Ja, dit is echt precies wat ik in gedachten had. Het is natuurlijk wel Ali, dus als je het onder de douche aan omhoudt, dan gaat hij natuurlijk roesten. Maar dan doen we dat maar niet. Dit is echt te cute, die ga ik echt gelijk omdoen. Het is hier echt bezaaid met gebruikte tissues. Het is echt te erg. Ik verzamel ze gewoon momenteel in een lege broodzak. Ja, ja, dat is wat ik doe. Ik ga gewoon door met snuiten. Ik denk dat ik mijn avondeten even gewoon meh. Het is nu 6:30. Ja, misschien dat ik straks nog wel echt honger krijg. Maar Birdie zat ook echt allemaal foto's te sturen van pizza en McDonald's. En ik dacht alleen maar, ja, nee, nou, dank je. Terwijl zo'n worteltje spreken op zich wel weer aan. Dus misschien is het toch dat mijn lichaam echt roept om gezonde dingen. Zo van, ik moet vitamines hebben, anders kom ik er niet meer bovenop. Ik heb zo'n zin in een schoon bed. Ik wist op dit moment echt mijn moeder die, als ik dan ziek was, mijn bed voor me ging verschonen. En dan een warm bad aanzetten. En dan zei, ga jij maar lekker in bad, dan verschoon ik je bed. En dat je echt dacht, oh mama, I love you so much. Ik ga wel mijn bed verschonen. Ik ga mezelf echt gewoon pushen om te doen. Want ik weet gewoon, oh, pushen voor mijn voeten. Dat als ik het doe, dat ik er zoveel plezier van ga krijgen. Hoppa, en ik moet nog een was uit de wasmachine halen. Dat moet ik echt doen. Want al mijn werkbroeken zitten erin. Dat heb ik de hele week aangehad. En anders heb ik morgen geen werkbroek. Mijn neus doet zeer, jongen. Van al het snuiten. Ik denk ook dat je het gewoon kan zien. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ja, het is wel een beetje rood. Maar ja, dit is de snuitleven. Opedopedo. Ondertussen gedoucht en wel. Ik heb de film... Hoe heet het die nou? Nou ja, die Grandpa. Ik weet het even niet meer precies afgekeken. Die was echt leuk. Echt een leuke film. En nu ben ik begonnen met He's Just Not That Into You. En die staat dan weer op Videoland. En die is tot nu toe ook echt super leuk. Echt gewoon lekkere standaard genieten romcom. Het is 9:50. Is het heel raar als ik nu gewoon naar bed ga? Ik werd het gebeld door een collega of ik morgen een uurtje eerder wil komen. Want ze moet best wel heel klaarzetten. Ja... Wil je maar helpen? Want ik ben een beetje bang dat ik anders niet red. Nou, ik ben een broertje niet. Dus doen we natuurlijk ook gewoon. Moet ik wel even kijken wat we allemaal moeten doen. Oh, zij moet om 7:00 ochtends beginnen. Hè? Ben ik blij dat ik dat niet hoef te doen. Maar ik ga wel vast gewoon even de vlog afsluiten.
In bed kruipen. Oh, ik heb de laptop dicht gedaan. En de vlog was nog niet klaar met uploaden volgens mij. Dat is maar goed dat ik er nog even naar kijk. Dat is echt zo typisch mij. Om dan gewoon het ding dicht te donderen. En dan morgenochtend wakker te worden. En te denken, hey, waarom staat de vlog niet online? En er dan achter te komen dat het gewoon mijn eigen stomme schuld is. Dus dat moet ik nog even checken. En dan ga ik gewoon mijn bed in kruipen. Lekker filmpje kijken. En hoop ik dat ik me morgen wat beter voel. Oh, mijn neus is zo droog nu ook. Blubblubblub. Deze gaat sowieso mee. En het spijt me voor deze hele snotterige, dramatische, ellendige vlog. Maar ja, die dagen zitten er nu ook tussen. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik je weer bij de volgende video.